En we zijn nog steeds in het Sportal Schuttersveld in Rotterdam. En de volgende partij is een hele speciale. Een partij in het middengewicht tot 75 kilogram tussen Anes Sukai in het rood van Mejiro Gym Amsterdam. 24 jaar, 72 kilogram. 18 partijen, 8 overwinningen, 4 verloren en 6 maal onbeslist. Slechts 3 knockouts. Tegenstander is Giel de Jager uit Den Haag. Sportschool Kamakura, daar traint hij. 25 jaar, 74 kilogram. Ook een uitstekende startlijst. Van zijn 18 overwinningen won hij er maar liefst 12. De referee in deze partij, Alton Davis. En hij geeft beide heren de laatste instructies. Den Haag tegen Amsterdam. Mejiro Gym tegen Kamakura. Anes Sukai tegen Giel de Jager. En meteen die harde logisch van Sukai. Daar is hij bekend om. Een hele harde vechter, Anes Sukai. Compromisloze logics maakt hij. Tegenover hem Giel de Jager. Een koele vechtmachine. Technisch. Erg kalm in die ring. Veel overzicht. Een confrontatie van stijlen die een zeer interessante partij zou moeten kunnen opleveren. Een hoge trap daar door Anes Sukai. Maar het is meer een uitprobeersel. Nog zonder power. Maar we zijn pas in die eerste ronde, dus er kan nog van alles gebeuren. Giel de Jager meet die afstand met die trappen aan die binnenkant van het been. Is wat langer, heeft een grotere reach. Houdt het gevecht dus liever aan die buitenkant. Links-rechts combinatie door de Jager. Sukai. Zoekt het gevecht dichtbij. Een heel wijd geslagen rechtse swing door de Jager. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Je ziet het hoe cool die de Jager die aanvallen opvangt. Niet eenvoudig tegen zo'n vaak wilde tegenstander als Sukai. En vooral een harde tegenstander, want Sukai schopt en slaat verschrikkelijk hard. En de Jager kijkt goed. Links, rechts. En dan die knieën en die bovenbenen door beiden. De eerste ronde loopt nu ten einde. Nog weinig tijd. Geen echt voordeel voor een van beiden. Goed gedraaid door deze man, de Jager. Cool kijkend. Het initiatief lag wat meer bij deze kickbokser, Anes Sukai van Mejiro Gym. De tweede ronde, concentratie op het gezicht van Anes Sukai. De Jager, de rode broek aan, Sukai in het geel. En weer is het Sukai die het midden van de ring neemt. De Jager beweegt in en uit, dreigt en weer iets naar achter. Hij is weer break van de scheidsrechter. Nu hoort het uit de hoek, blijf op zijn benen hakken. Dat zegt de trainer van Sukai. Maakt die logics naar die bovenbenen van Giel de Jager. Want daar zou de zwakke plek kunnen zitten. Sukai schopt ontzettend hard. En gaat er dan ook volledig in. Weer break door de referee Alton Davis. De valpartij. Tegen het canvas aangeworsteld. En een verschrikkelijke rechtse low kick. Oh, dat been moet gebroken zijn. Een zware blessure daar. Kijk eens even, hij schreeuwt het uit van de pijn. Een hele keiharde low kick die opgevangen werd door het harde stuk onder die knie. Je zag dat been gewoon knakken. In de slow motion. Een vreselijke blessure voor Anes Sukai. Kijk, dat rechterbeen gaat er haast omheen. Hij gaat er nu op staan. Het been zwakt helemaal dubbel op een hoek van 90 graden. Gillend van pijn. Springt hij overeind.
blessure voor deze man, Anes Sukay. Nog eenmaal, van bovenaf gezien, de camera die wij hebben geplaatst boven de ring. Hij gaat nu op dat been staan, dat been dat slaat helemaal dubbel. Het bot moet compleet door midden zijn. De overwinnaar Giel de Jager, maar ik kan me zo voorstellen dat hij het ook graag anders gewild zou hebben. En deze dappere vechter, Anes Sukay, wordt per van elkaar uiteraard meteen afgevoerd.